Nederland is een land met heel veel kansen en heel veel mogelijkheden. Maar de afgelopen jaren hebben we vooral gezien dat het samenleven vooral is afgebroken. Heel veel op bezuinigd. Dus de komende jaren moeten we echt in de mens en in de samenleving gaan investeren. We moeten mensen feitelijk de macht weer teruggeven. Want wij leven niet als concurrenten in een samenleving, maar we moeten elkaar weer zien als buurman, als collega. En daarom is het van groot belang dat wat van ons allemaal is. Dat we daar zuinig op zijn, dat we dat samen organiseren en dat we dat ook samen betalen. De gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid. En daar gaan we na 15 maart samen aan bouwen en daarvoor geven wij de macht aan de mensen terug.